Ben jij op zoek naar een lichtgewicht fietsdrager die makkelijk op te pakken, te verplaatsen en te bevestigen is? Dan ben je hier op de juiste plek. In deze video bespreken we de top 3 beste lichtgewicht fietsdragers voor jouw fietsen. Nou, allereerst de belangrijkste punten in de algemeenheid: is natuurlijk de stevigheid, draaglast, uh, het prijskaartje, hoe gebruiksvriendelijk de fietsdrager is en voor welk type fiets hij geschikt is. Dat is voornamelijk uh, handig om te weten als je e-bikes wilt gaan vervoeren. Voor elektrische fietsen zijn namelijk wat zwaarder. En daar heb je dus ook een stevigere fietsendrager voor nodig. Nou, wat is belangrijk specifiek bij, uh, bij de aanslag van een lichtgewicht fietsendrager? Dan is het belangrijk natuurlijk het gewicht, wil je weten. Je zoekt namelijk een lichtgewicht, dus uh, het liefst heb je eentje van onder de 18 kilo. Het gemiddelde ligt zo rond de 20 kilo. Nou, hoe makkelijk is hij te bevestigen? Omdat hij wat lichter is, is hij al wat makkelijker te bevestigen. Maar dat hangt ook samen met het bevestigingsmechanisme, bijvoorbeeld. Van welk materiaal is hij gemaakt? Uh, nou, idealiter heb je geen fietsdrager van hard plastic met veel plastic delen, maar het liefst heb je een aluminium fietsdrager. Die is namelijk licht en stevig. Nou, hoe duurzaam is het uh, en hoe stevig is hij, uh, dat hij minder weegt, dat moet geen afbreuk doen aan de stevigheid en duurzaamheid in de ideale situatie. Nou, als we iets specifieker gaan kijken, waar moet je op letten bij het kopen van een fietsdrager in het algemeen? We gaan er snel doorheen. Het materiaal natuurlijk, zoals ik al aangaf, want dat bepaalt natuurlijk de maximale draaglast uiteindelijk. De bevestiging van de fietsen kun je zelfs uh, veilig en stevig vastzetten. Gebruikservaringen, hoe is men te spreken over de fietsdrager, De montage en de bevestiging, natuurlijk moet die makkelijk te monteren zijn op je, op je trekhaak. En de opvouwbaarheid, uh, zeker als je hem wilt gaan verplaatsen of opruimen, is makkelijk als die opvouwbaar is. Op nummer 1 komt de Tour Velo Compact 925, die weegt slechts 17 kilo. Nou, je kunt er twee fietsen mee uh, vervoeren. Hij is voor uh, aan de trekhaak. Hij ondanks dat hij maar 17 kilo uh, weegt, of uh, dat ja, dat hij maar 17 kilo weegt, is dit te belasten tot 60 kilo. En het is een zevenpolige stekker. Eventueel kun je nog een 13-polige stekker uh, kun je daar ook mee gebruiken, maar dan moet je een verlengstukje erbij kopen. En afmetingen is 103 uh, bij 59, en dat is dan de breedte keer hoogte. De vervoersmogelijkheden eigenlijk best wel veel. Je kunt er e-bikes mee voeren, twee stuk's. Je kunt er racefietsen en mountainbikes mee en geen vetbikes. Op nummer 2 komt de Hapro Atlas Premium 2. Die weegt slechts 16 kilo, wat een heel erg licht gewicht is. Misschien wel een van de lichtste fietsdragers op de markt. Nou, je kunt er ook twee fietsen op vervoeren. Uh, hij is ook aan de trekhaak en belastbaar tot 60 kilo. En hij heeft twee uh, stekker aansluitingen: een 7- en uh, 13-polige. Nou, de afmetingen is 70 x 109 cm. De vervoersmogelijkheden zijn ook vrij ruim. Je kunt de e-bikes, elektrische fietsen, dus uh, racefietsen, mountainbikes meevoeren. Eigenlijk alles behalve fatbikes omdat de wielgrootte daar niet uh, breed genoeg voor zijn. Op nummer 3 komt de Pro User Diamond SG2, weegt ook slechts 17 kilo. Ook een hele lichte fietsdrager die erg goed uit de test komt. Nou, deze fietsdrager is geschikt voor twee fietsen, uh, hij is ook aan de trekhaak en belastbaar tot 60 kg. En De stekker aansluiting is 13 polig, 17 po uh, sorry, 7 polig is ook mogelijk met een verlengstukje die je er uh, exclusief bij kan kopen. De afmetingen zijn uh, 78 x 115 x 65, dus hij is ook nog eens redelijk compact. Nou, de vervoersmogelijkheden van deze fietsdrager, je kunt e-bikes e meevoeren, twee stuks, twee elektrische fietsen dus. Uh, racefietsen is hij wat minder geschikt voor omdat die wat minder stabiel op de fietsdrager staan. Mountainbikes kan prima en fatbikes bikes idealiter ook niet. Tenzij ze uh, wat dunnere banden hebben, maar de meeste lukt niet. Nou, mocht je de laagste prijs van dit moment uh, willen bekijken van een van deze fietsdragers, klik dan even op het linkje in de beschrijving hieronder. Dat brengt jou namelijk nou direct naar de overzichtspagina en via daar vind je de kortingspagina's van dit moment. Weet namelijk dat er meerdere aanbieders zijn en dat de prijzen best wel kunnen verschillen per moment en per winkel. Dus maak er even gebruik van als je interesse hebt. Dat gezegd hebben, dan wil ik je graag bedanken voor het kijken van deze video en zie ik je ook graag weer terug in de volgende.